What's up, Jackie Ironheart Jr.? Gezocht voor 22 bankovervallen, 13 postkoetsberovingen en jarenlang ruzie maken met vrouwen, indianen en loslopend vee. Jij gaat levenslang achter de trolleys. Op water en brood. Oké, sheriff, so be it. Maar is dat brood wel glutenvrij? Glutenvrij? Ik mag geen gewoon brood, sheriff. Niet? Oké, dan ga je achter de tralies op water en crackers. Mag ik ook niet? Water en ontbijtkoek? Nee, zit er gluten in. En van één klein glutenkruimeltje raken mijn darmen in de war. Ik heb namelijk celiakie. Jij hebt met je blote handen met beren gevochten. Maar één klein gluutje en je ligt meteen met darmkraampjes op de grond? Bleef het maar bij wat kramp. Als ik gluten eet, dan ben ik moe. Heb ik pijn in mijn kop, in mijn keel. Ik kan niet poepen. Of ik heb diarree, waar je u tegen zegt. Ja, dat is heel vervelend voor je, Jack. In de saloon mag ik nooit een toastie of een portie bitterballs. Wat zielig. Nee, dat is niet zielig. Het is alleen lastig. Altijd die verpakkingen checken als ik een winkel beroof. Als ik de bank ga overvallen, moet ik altijd mijn eigen lunch meenemen. Ja, je moet natuurlijk de hele tijd opletten wat je eet. Maar gelukkig wordt het Wilde Westen wel moderner. Op steeds meer plekken houden ze rekening met mensen met celiakie. Dat is mooi, Jack, dat is mooi. Hoe is dat bij jullie gevangenis, sheriff? Is die al een beetje modern? Ja, wij zijn heel modern, Jack. Wij gaan echt rekening met je houden. Bij ons ga je levenslang op water en glutenvrij brood. Nice. Ik ben trouwens ook vegetariër. En ik mag geen noten, geen zuivelproducten, geen suiker, geen zetmeel, geen E-nummers en geen kippeneiwit. Ik zal het voor één keer door de vingers zien, Jack. Maar potverdorie. Voorlopig even geen criminele activiteiten meer, oké? Dankjewel, sheriff. Moet hij dan geen straf, sheriff? Kiddo, hij mag geen tosties. Dat is straf genoeg.